In deze video geef ik je 6 tips om je puppy snel zindelijk te krijgen. Dit zijn 6 tips uit het ultieme puppy zindelijk maken handboek. En dit is het boek dat ik heb geschreven in samenwerking met 24 hondenexperts en kinologische gedragstherapeuten. Hey, mijn naam is Robin Kleinpenning en ik ben de oprichter en eigenaar van puppygroep.nl. En ik ben hier om je optimaal voor te bereiden op de komst van je puppy, zodat je precies weet wat je kunt verwachten wanneer je een pup in huis krijgt. Naast het puppy zindelijk maken handboek heb ik ook nog 3 andere puppyboeken geschreven. En aan deze puppyboeken hebben in totaal 30 verschillende experts meegewerkt. En dus nogmaals, de 6 tips die ik met je ga delen in deze video komen rechtstreeks uit mijn eerste boek en dat is het Puppy Zindelijk Maken boek. De eerste tip is, gebruik geen puppypads of kranten. Veel mensen gebruiken puppypads of kranten om een puppy zindelijk te krijgen. En ze leggen kranten in de woonkamer of in de gang, zodat de pup leert om daar te plassen of te poepen in plaats van op de woonkamervloer. Mocht je nog niet weten wat een puppypad is, een puppypad heeft hetzelfde idee als een krant, alleen het is ietsje praktischer en hygiënischer, omdat deze puppypads een absorberende functie hebben, zodat je vloer dus niet nat wordt, wat bij een krant al ietsje sneller gebeurt wanneer de pup erop plast. Daarnaast hebben sommige puppypads ook een lekker toegevoegd geurtje, en ook dit is bij een krant natuurlijk niet het geval. Maar omdat er dus veel mensen zijn met een puppy die gebruik maken van puppypads of kranten, vroeg ik mij zo af of dit eigenlijk wel de beste manier is om je pup zindelijk te krijgen. Ik heb dit besproken met 24 ervaren hondentrainers en meer dan 95% van die 24 hondentrainers vinden het onzinnig. Ze vinden dat het dubbel op is om de pup eerst te leren om binnen te plassen op puppypads of op een krant en vervolgens moet je de pup weer leren om buiten te plassen en te poepen. Daarnaast vertellen ze mij dat het lastig kan zijn om pups die te lang gebruik maken van een puppypad of een krant later 100% zindelijk te krijgen, zodat ze ook echt buiten gaan plassen en poepen. De tweede tip is, maak gebruik van een puppyschema. Een puppyschema is een schema waarin duidelijke activiteiten en tijden staan beschreven. Denk bijvoorbeeld aan de wandelingen met je puppy. Op welke tijden ga je met hem wandelen? En naast het wandelen ga je natuurlijk ook nog veel vaker met je puppy naar buiten, want ik maak onderscheid tussen wandelen en tussen gewoon eventjes de pup de mogelijkheid geven om te plassen en te poepen. Het advies is om een schema samen te stellen waarin duidelijke tijden staan aangegeven wanneer je met je puppy gaat wandelen, maar ook wanneer hij zou moeten slapen en eten. Het is van groot belang dat je dit schema consequent aanhoudt, zodat je pup ook een goede structuur krijgt en dit zal het zindelijkheidsproces versnellen. Op mijn website www.puppygroep.nl kun je een gratis puppyschema downloaden. Voor jouw gemak heb ik in de beschrijving van deze video de link geplaatst waar je het schema kunt downloaden. Maar voordat je dat doet, gaan we eerst verder met de derde tip. De derde tip is, zet 's nachts je wekker wanneer je pup nog niet zindelijk is. Wanneer je 's ochtends je pup uit de bench haalt en je merkt dat hij in zijn bench heeft geplast, zorg dan dat je de volgende nacht je wekker zet, zodat je de pup mee kunt nemen naar buiten om te plassen en te poepen. Je zet de wekker steeds ietsje later, zodat de pup steeds iets langer de plas kan ophouden. Het steeds iets later zetten van de wekker noemen we ook wel blaastraining. We trainen de blaas van de pup, zodat hij steeds langer zijn plas kan ophouden. Houd je pup in de avonduren wel goed in de gaten, want wanneer de pup vlak voor bedtijd een halve bak water leeg drinkt, dan zal hij sneller moeten plassen. In dit geval is het slim om je wekker nog ietsje eerder te zetten dan normaal. Toch blijft het de beste oplossing om de pup naast jouw bed te laten slapen, zodat je kunt reageren als hij onrustig wordt en waarschijnlijk moet plassen. De vierde tip is, straf je pup niet wanneer hij binnenplast. Wanneer de pup binnenplast, dan is het niet de bedoeling dat je begint te schreeuwen richting je pup. Hey, hey, niet doen! Want schreeuwen helpt je op geen enkele wijze verder. Je pup schrikt waarschijnlijk wanneer je begint te schreeuwen en hierdoor jaag je hem angst aan. En dat is nou juist net niet wat we willen. We willen niet dat onze pup bang voor ons wordt. Je moet het ook zo zien, een pup plast niet in huis om je te pesten. Hij doet dit omdat hij nodig moet plassen. Ga je wel tegen je pup schreeuwen, dan loop je het risico dat hij niet meer in jouw nabijheid wil plassen. Dus buiten ook niet meer. Hij doet het dan ook nog steeds binnen, maar alleen niet meer wanneer jij erbij bent. Absoluut niet doen dus. De vijfde tip is, druk je pup niet met zijn neus in zijn eigen plas. Omdat er nog steeds mensen zijn die denken dat deze middeleeuwse techniek helpt, wil ik hiermee duidelijk aangeven dat het absoluut niet aan te raden is om je pup met zijn eigen neus in zijn eigen plas of poep te drukken. Hey, plas jouw puppy binnen, druk hem dan met zijn neus in die plas, dat helpt. Ik zeg het je, hij is veel sneller zindelijk dan. Voor de mensen die denken, waar heeft hij het over, wie doet nou zoiets?
Vroeger werd met enige regelmaat geadviseerd om de pup met zijn neus in eigen plas of poep te drukken wanneer hij binnen iets zou doen. Dit zou vervolgens een signaal voor de pup moeten zijn om niet meer binnen te plassen en te poepen. Uiteraard begrijpt een pup hier natuurlijk geen ene snas van en maak je meer kapot dan dat je goed doet. Alle 24 erkende hondentrainers waarmee ik hierover heb gesproken zijn het hier mee eens. Absoluut niet doen. De zesde tip is, ga na het spelen en slapen met je puppy naar buiten om te plassen en te poepen. Nadat je een spelletje hebt gedaan met je puppy en zodra de pup wakker wordt na bijvoorbeeld een dutje, ga je direct met je puppy naar buiten. De bedoeling is dat je hem de kans geeft om te poepen en te plassen. En een extra tip, til de pup op wanneer je er niet zeker van bent of hij zijn plas onderweg naar de deur wel kan ophouden. Als je dit consequent doet, dan is jouw pup heel snel zindelijk, want 9 van de 10 keer moet een puppy plassen na het spelen of slapen. Nou, dit waren de 6 tips voor het zindelijk maken van je puppy. Ik hoop dat er een tip bij zat die je nog niet wist en waar je dus nog mee aan de slag kunt gaan. Vond je dit een leuke video? Klik op het duimpje omhoog. Voor meer informatie over puppy's, zorg dat je mijn website bezoekt www.puppygroep.nl. En als laatste, voordat je weggaat, laat een reactie achter onder deze video waarin je mij vertelt welke tactiek voor jou het beste werkt om je puppy zindelijk te maken. Er mogen natuurlijk ook andere tactieken zijn dan de 6 tips die ik heb besproken in deze video. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier natuurlijk met je puppy. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.